Vorig jaar maakten we de serie Geen Volk, Toch Feest. Dit jaar is het niet anders. Het is geen feest in Heemskerk. Aan tafel Hans Reuling van de wielerronde, Jan Nijman van de harddraverij. Mannen, het gaat niet goed dit jaar. Nee, tweede jaar op rij. Ja, hoe kwam het nieuws aan? Hard, heel hard. Heel hard? Als een bom. Ja. Ja. Want de voorbereidingen waren geweest, de voorbereidingen waren eigenlijk klaar, Jan. Er is heel veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding, vooral omdat we aanvullende voorwaarden hadden vanuit de gemeente. En daar hebben we gewoon echt alle aandacht en tijd aan geschonken om dat op tijd klaar te krijgen. En dan gaat het toch weer niet door en dat is gewoon jammer. We willen gewoon een mooi feest organiseren en dat lukt gewoon niet op deze manier. Is dat bij de wielerronde net zo? Ja, precies hetzelfde eigenlijk. Tot op het laatste moment echt heel veel tijd erin gestoken. Met name de aanvullende maatregelen die we continu moesten bijstellen vanuit de gemeente ook. Die hadden dan weer overleg met bepaalde overheden boven hun, de veiligheidsregio, GGD. En er kwam steeds meer uit. Een heel draaiboek uitgewerkt. En dat mocht helaas niet baten. Is er vergelijking met vorig jaar, dat je zegt van eigenlijk is het hetzelfde als vorig jaar, dat het ook niet kon? Nee, vorig jaar wisten wij het al veel eerder dat het gewoon een no-go was. Dus wij hebben vorig jaar ook amper voorbereiding hoeven doen, want we wisten gewoon dat het niet door kon gaan. En nu hebben we tot op het laatste moment de hoop gehad dat het toch doorging. Ja, wat eigenlijk de stille hoop dat we ook 13 augustus nog groen licht hadden kunnen krijgen. Mm-hmm. Maar dat is sinds dinsdagmorgen is dat over. Is er vanuit de gemeente gewoon gezegd, jongens, het kan niet en het moet niet. Want alleen de, zoals we het dan netjes zeggen, de natte horeca, die krijgt nog uitstel tot 13 augustus. Ja. Daar kunnen we een lang verhaal aan wijden, maar het heeft geen zin, want jullie zitten hier namens de wielerronde en de harddraverij. Ja. Hadden jullie gedacht dat het anders had gekund en waarom dan, Jan? We hadden de stille hoop dat het anders had gekund. We waren zelfs bezig met een gecontroleerd evenement met heel veel beveiliging erbij, extra hekken en al dat soort toestanden. Mm-hmm. Om dan toch doorgang te kunnen geven aan het evenement. Maar dan heb je toch over een heel andere sfeer als we normaal gewend zijn. En dat is, dat is op zich al moeilijk omdat. Want hoeveel bezoekers zijn er op een normale harddraverijdag in Heemskerk? Het probleem is dat we heel veel leden hebben. Ja. Die hebben een partnerkaart. Dus wij weten van tevoren niet hoeveel partners er met de leden meekomen. Mm-hmm. Dat wordt een inschatting. Daarnaast hebben we een aantal betalende bezoekers. Dat wordt geregistreerd. En daarnaast hebben we ook nog een heel aantal illegale bezoekers die over het hek heen klimmen en dat soort dingen meer. En de schatting is dat in de betere jaren er rond de 10.000 man rondom de baan staat op de Markettelaan. Had daar binnen de regels voldoende afstand voor geweest? Op die manier niet, nee. En niet om het in ieder geval veilig te kunnen gaan doen. Nee. Dat sowieso niet. En dan zitten we ook nog met het feit dat we, als het door had gegaan, dan hadden we de eerste korte baan van het seizoen geweest die doorging. En dan is de kans aanwezig dat je behoorlijk veel toeloop van buitenaf gaat krijgen. Ja. En dan hadden we gewoon een soort maximum in moeten stellen tot zover en niet verder, want anders gaat dat gewoon niet. Dat je op een gegeven moment gewoon de poort dichtgooit van jongens, jullie mogen er niet meer in, want het kan niet meer. Hoe staat bij de wielerronde, Hans? Ja, niet vergelijkbaar. Wij hebben natuurlijk een vrij lang parcours. Het normale parcours is rond de 1800 meter zo'n beetje. Nou, om dat volledig te gaan beveiligen is natuurlijk gewoon een utopie om dat goed voor elkaar te krijgen. En zeker het gedeelte met de horeca in het dorp is gewoon is normaal altijd al een vrij lastig punt qua drukte wat je hebt. En ja, nu was dat eigenlijk ook helemaal niet te doen. We hebben nog naar alternatieve parcours gekeken voor buiten het centrum om. Zodat je niet met de horeca in de knopen kon komen. De horeca had op een gegeven moment al aangegeven. Voor ons is de wielerronde niet hetgeen waar wij op gaan inzetten. Dat is gewoon lastig. Dus wij de hoop gevestigd dat we nog buiten het centrum om konden. Alleen na afgelopen maandag het geplaceerd houden van een evenement. Want wij worden als evenement gezien.
En er komt ook dusdanig veel mensen op af dat we dat ging gewoon niet in onze organisatie. Dat was niet haalbaar. Het moest zittend. Zeg je nou dat je dan een alternatief parcours had moeten uitzetten? Ja. Nou, zo hadden het dorp, het centrum hadden we vermeden. Ja, ja. We hadden nagenoeg hetzelfde parcours uiteindelijk uitgewerkt. Alleen we hadden in plaats van rechtdoor op de Ruistalstraat richting het centrum te gaan, gingen we linksaf Karel van Manderstraat op. En op de hoek bij de Kerkweg weer het oude parcours opgepakt. Daar ligt toch die vervelende hobbel, of niet? En die ligt aan het eind van de Kerkweg. Daar hebben we vorig jaar nog eens een keer uitgebreid over gesproken. Daar zit hij in de uitzending van vorig jaar. Ja, dat weet ik. Maar had je jezelf dan als wielerronde, als organisatie van de wielerronde dan niet tekort gedaan vanwege de maatregelen die er nu zijn? Wat is tekort gedaan? Je wil gewoon een evenement organiseren. Wat doe je tekort aan? Je bent dan een van de weinige wielerrondes die door kan gaan. Want met ons zijn er nog veel meer die afgelast zijn. Er zijn er maar een paar doorgegaan, maar die liggen dan niet gelinkt aan een feestweek of aan horeca. En met de nieuwe maatregelen van afgelopen maandag, die dan toch wel weer wat aangescherpt waren voor de eendaagse evenementen, was het gewoon klaar. Hoe moet het dan verder met jullie dan, mannen? Een tijdje nagelbijten en volgend jaar weer een heel mooi evenement gaan maken. Het is gewoon niet anders. Nee. Positief naar de toekomst kijken. We hebben wel zoiets van, mochten er volgend jaar nog beperkingen zijn, dan hebben we nu alvast wel een heel uitgebreid draaiboek als onderligger voor volgend jaar. Maar het liefst gooi ik hem in de prullenbak. En gaan we volgend jaar gewoon weer als van ouds. Ja. Dat is eigenlijk wel de hele insteek. Jan, wat wilde je zeggen? Nou, daar gaan we voor. Dat we volgend jaar in ieder geval weer een heel mooi evenement gaan maken. Maar we willen als harddraaivrije vereniging toch nog iets gaan doen voor onze leden. Uh-huh. En hoe we dat precies in het vat gaan gieten, daar zijn we nog eventjes over aan het discussiëren. Maar het zal wel iets worden waar in ieder geval een aantal leuke prijzen aan verbonden zitten. Dus de leden hebben nog wat te verwachten van ons. Is het voor jullie misschien als afsluitende vraag wrang dat de natte horeca waarschijnlijk wel nog een feestje heeft rondom de kermis die wel doorgaat en jullie beide evenementen niet? Nee, weet je wat het is? De natte horeca, dat is een brood. Daar moeten ze geld mee verdienen. Ja. En voor ons is het, wij organiseren ook wel een evenement, maar daar zijn we niet van afhankelijk. Het is gewoon, wij doen dat als vrijwilligers met een hele club omdat voor een grote groep Heemskerkers leuk te gaan maken. Maar als dat niet doorgaat, ja, we overleven dat wel. Dat is geen probleem. Hops. Ja, het is idem dito. Het is gewoon wat je het hartstikke leuk vindt en om iets neer te zetten. Maar wij hoeven er inderdaad niet ons dagelijks brood mee te verdienen. Dus ja, het is wrang dat we niet door mogen. En ik hoop voor de horeca dat ze dat er toch nog wel wat te vieren valt dit jaar. Absoluut. Dus dit jaar geen volk en ook geen feest? Nee. Volgend jaar, 2022, proberen we weer iets heel moois ervan te maken. Zowel op de wielerronde, Hans, ja, zeker als weten, Jan, zeker weten. Bij de harddraverij. We zijn er klaar voor. Na deze mooie beelden van 2 jaar geleden alweer, hebben we toch nog even aan tafel gevraagd Linda. Linda Niesten, wat leuk dat je er toch nog even bent. Ik ken jou natuurlijk ook van vorig jaar, van Geen Volk, Toch Feest. Hoe is het nu met jou? Ja, gaat goed met mij. Ja. Ik baal alleen heel erg dat we niet verder mogen. We hadden een heel mooi plan voor een ronde, zoals net verteld is. Helaas, dat gaat niet door. Maar we laten onze organisatie natuurlijk niet kennen. Dus we zijn alweer bezig met de plannen voor volgend jaar. En laten we hopen dat het dan wel mag. We zijn gewoon het afgelopen jaar naar de sponsors gegaan. We hebben ook weer nieuwe sponsors gevonden. Die heel enthousiast zijn voor een, het liefst voor de ronde van dit jaar. Maar voor de ronde van volgend jaar. We krijgen een nieuw podium met nieuwe sponsors daaraan vast, die we daaraan vast kunnen hangen. Die hebben gezegd, nou, wij gaan jullie podium sponsoren. Mensen zijn heel enthousiast en die blijven dat ook. En wij als organisatie blijven natuurlijk ook enthousiast voor weer een ronde volgend jaar. Dat zal voor de harddraverij hetzelfde zijn. Het is nu heel teleurstellend, maar volgend jaar staan wij er weer met z'n allen. Wat doen we komende september? TV kijken. TV kijken? TV kijken. Wij hebben vorig jaar samen met de harddraverij en met de mensen van Omroep Heemskerk een fantastische serie gemaakt over het Ons Volksfeest.
De feestweek van Heemskerk. Daar hebben we destijds een hoop tijd in gestoken. Heel veel leuke beelden, leuke interviews. Van mensen die in de horeca werken. Mensen die in de harddraverij iets doen. Ja. De fotograaf die er was aanwezig. Lang niet iedereen heeft die serie gezien. Ik zou zeker gaan kijken. Dan voel je weer hoe het was. En dan nemen we je mee in de beleving van onze feestweek. Nu is het wel zo dat er vorig jaar een prijsvraag ingestopt was. Die gaat dit jaar niet door. Nee, de prijsvraag van vorig jaar die gaat dit jaar niet door. En omdat wij nu eigenlijk pas afgelopen week, afgelopen maandag, dinsdag wisten dat ook de wielerronde en de harddraverij niet door kon gaan. Mm-hmm. Is er gewoon geen tijd voor ons om er een nieuwe prijsvraag aan te hangen en alle beelden opnieuw te bewerken. Dus geen prijsvraag, maar wel hele mooie beelden. En volgend jaar? Gaan we draaien. Volgend jaar moet hij gewoon, we gaan. We trekken alles uit de kast. We willen volgend jaar en een harddraverij en een wielerronde. Voor iedereen. Wij als vrijwilligers willen dat. Maar ook alle inwoners van Heemskerk willen natuurlijk ook weer heerlijk feest gaan vieren. En dat gaan we doen volgend jaar, 2022. Linda, tot volgend jaar. Ja, jullie ook tot volgend jaar. Ik nodig jullie van harte uit om bij de jurybus te komen en daar te proosten op de ronde, de 60ste ronde, wielerronde van 2022. Dankjewel. Jij ook bedankt.